Welkom weer bij een nieuwe HP Customs video. Vorige week heb ik natuurlijk heel wat frame eigenlijk afgemaakt en gespoten in de primer. En ik heb al een klein beetje voorbereiding gedaan. Controllertje zit erin. Motortje zit er weer in. Alle bouten zitten er weer in. Ja, dat was wel even van belang. Dus eigenlijk kan ik nu gaan opbouwen om te gaan testen. Nou, eindelijk heb ik die BMS'en binnen. Dus ik denk dat ik eventjes alle kleren zo aan de kant gooi. En dat ik toch eerst die accu maar ga bouwen. Ben ik wel eventjes mee bezig, maar dat maakt op zich niet uit. Dan kan ik daar vandaan wel weer lekker verder rotzooien. Nou ja, wat moet er dan allemaal nog gaan gebeuren om te kunnen rijden? Valt eigenlijk wel mee, hè? Die accu dus. Nou, dan moet ik me straks even iets maken dat ik die bak goed vast kan zetten. Dus ik zal hier en daar straks nog even een klein lipje moeten gaan lassen. Ik denk dat er hier in het frame nog een klein bakje moet komen. Want kijk, er zitten best wel veel kabels en dingetjes. Dus ik denk dat ik hier een soort verzamelbakje ga maken waar al die kabeltjes netjes in kunnen. Dus dat straks gewoon dat hele ding dicht kan. Wel gewoon met een gaatje erin voor de regen. Dat het even veel vocht eruit kan, maar in ieder geval dat die kabels netjes opgeborst zitten. Dat het niet overal een zooitje van kabels wordt. Want daar heb ik eigenlijk een pleurishekel aan. Verder wat moet er gebeuren. Stuurtje erop, gashendeltje erop en een beetje kunnen remmen. Dat is eigenlijk alles. Die motor is als goed helemaal ingeleerd. Dus dat is eigenlijk ook gewoon een kwestie van stroom erop en dat zou ik moeten doen. Dus ik stop mijn lullen en ik ga die accu in elkaar zetten. Dat is best een dot werk. Dus mooi klusje voor vanavond. Ik loop ongeveer gewoon een week achter op schema. Een beetje werkt die accu. En hoe komt dat? A, omdat ik er eigenlijk gewoon veel te weinig kennis van heb. En B, het zijn toch ook wel heel veel draadjes, hè? Zoals ik al zei, die twee BMS'en natuurlijk. Dat zijn per BMS al 18 draden. En dan krijg je natuurlijk al die hoofdaders nog. Moet eens kijken, 20 kwadraat. Dat schijnt genoeg te zijn. Ik ga hier op de accu ruiken, zeg maar, van 2 keer 10 kwadraat naar 1 keer 20. Dat zit allemaal gesoldeerd, allemaal gekrimpkoust. Maar ja, je ziet het al, er steken overal draden uit. Het is toch spannend. Dus wat ik heb gedaan, ik heb deze aluminium bak gemaakt. Eigenlijk twee keer. Kijk, hier staat er nog één. Maar die past er weer niet meer. Jongen, jongen, jongen. Ik heb in die bak heb ik de kabeldoorvoerder gemaakt. En de opening voor die XT60 connector om te gaan laden. En zoals je ziet, die bak loopt een beetje schuin op. Dat heb ik gedaan, dat die beter in het frame past. Nou, wat ik nu dus ga doen is, ik ga die accu niet zomaar los in die bak zetten. Maar ik heb hier ook epoxy, polyester hars eigenlijk. En het is een soort flexibele hars. Dus wat ik ga doen, ik ga zo meteen even een halve hoeveelheid ga ik aanmaken. Die keeper ik onder in die bak. Dan laat die accu erin zakken. Waardoor natuurlijk heel die onderkant helemaal ingesield in de polyester is. En daarna giet ik eigenlijk de bovenkant gewoon af. En als dat gedaan is, dan heb ik dus eigenlijk echt één heel waterdicht gegoten blok. Ik giet hem helemaal af tot de bovenkant van de bak. Daar komt later weer een deksel overheen. Die weer in het frame komt te staan. Dus dat wordt ook gelijk, laten we zeggen, de steun die de hele batterij vasthoudt. Dan kom je straks aan de onderkant twee rubber stroken te zitten. Tegen het jutteren en schuiven, zeg maar. Dus daar staat hij straks helemaal netjes op. Boven wordt hij opgeklemd. Kan hij er eigenlijk nooit meer uit. En dan heb je gewoon echt één solide en stevig batterijpakket. 60 volt en 300 ampère ontlaadstroom. Nou, dat is wel echt serieus. Dus genoeg geluld. Ik ga gieten. Ik vind het wel een beetje spannend.
Zo, het is ondertussen de volgende ochtend. De schuur staat er nog. De epoxy is hard. Ik vond het allemaal wel spannend, joh. Ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar toen ik de accu erin liet zakken, zat er hier net maar weer één kabeltje een beetje in de weg. Dus ik heb toch die bak een beetje open moeten buigen. Ja, hij staat een beetje rond. Ik denk dat je dat straks niet erg gaat zien in het frame. Wat wel heel mooi geworden is. Oh, wat is het niet zwaar? Kijk, hier hebben we gelijk die XT60 connector. En die twee kabels. Nou, dat zit natuurlijk gelijk ook helemaal lekker gefixeerd. Ik had hier even tapejes omheen gedraaid. Dus stel dat het gaat liggen jutteren, dan moet hij eerst nog door de tape heen. Voordat hij door de mantel heen kan. En dan pas kan hij echt sluiting gaan maken. Dus ja, dat verwacht ik niet. Die kabel is het hartstikke netjes zo. Nou, wel, die twee pennetjes van die XT60, die zijn volgelopen met harsjes. Die moet ik even leegpeuteren. Dit is natuurlijk een redelijk flexibele hars. Hè, dus op zich kan ik er nog wel wat mee. Nou ja, het ziet er allemaal wel lekker stevig uit, hè. Dus ik hoop allemaal maar dat het goed komt. Nou, ik heb er op zich wel vertrouwen. Ja, deze kant is daar gewoon bol. Ik weet niet. Een grote tering zo natuurlijk. Man, wat een bende. Ja, het valt eigenlijk mee. Het is maar een millimeter of drie of zo. Ja, deze is ook een beetje bol. Alle zijkanten staan toch gewoon een klein tikkeltje bol. Die is wat rechter. Ja, hij staat dat hier gewoon wat bol. Maar ja, dat is niet anders. Ik ga ruimte maken. Ik ga eerst even een standaard aan de dingen wassen, want ik word er gestoord van dat hij omvalt. Dus ik ga deze even aan de kant, tafel zakken, standaard er even aan wassen. Nou, eens even de accu er een beetje in oppassen. Moment van de waarheid. Zal die passen? Ja. Zwaar, jongens. Hij hoeft er gelukkig niet zo vaak in en uit. Misschien nog de andere kant makkelijker. Zo, tering, hé, wat een bulmaat, joh. Hij past. Maar weer is ook alles al mee gezegd. Oh. Nou ja, wel lekker strak. Nou, dat is dus ook gelijk de reden waarom ik dus nog geen deksel heb gemaakt. Want ik had al zoiets van ja, ik had gemeten dat het echt strak was. Ja, ik heb gisteren, hebben jullie gezien, met het ingieten heb ik nog een soort pot met heel veel gewicht op die plus- en die min-kabel gezet, want ik zag dat die er wel wat bovenuit staken. Nou, op een gegeven moment is er natuurlijk gewoon echt niet meer ruimte, maar ja, het zit allemaal dubbel in de krimpkous, dat kan op zich geen kwaad. En nu ligt hij gewoon vrij, want ik kan hem hier tussen het frame door, kan ik hem zo zien leggen. Dus ja, op zich ben ik dan weer niet zo bang. Maar ja, hij gaat er niet vanzelf in. Gelukkig hoeft hij er straks natuurlijk maar één keer in, hoeft hij er in principe nooit meer uit. Maar past wel mooi. Dat mag dan ook alweer gezegd worden.
heb ondertussen heel wat draadjes aangesloten. Het valt eigenlijk wel mee hoor. Zeg maar alleen die hoofdschakelaar hier ook. En ik heb even één draadje over het contactslot leggen. En nou ja, eventueel zit hier de laptop ernaast. Want Mike, waar ik al die spullen van gekocht heb, die kan dat vanuit de huis, kan hij dat allemaal uitlezen. Dus die ding zet allemaal even klaar. Maar uiteindelijk, als we de hoofdschakelaar omdraaien en we maken een beetje contact, gaat er hier een lampje branden. En dan gebeurt er wat en niet normaal ook moet je horen. Dat is toch gestoord, joh. Tering. Wauw, Joop. Kijk of die doet. Dat is niet verkeerd. Dat doet hij ook. Zo, dat gaat even lekker, jongens. Oi, 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 oi. Het was weer een barre week. Ik heb er echt hard aan moeten trekken. Maar hij rijdt. En hoe? He? Standje 1 dit, hè? Dus we zitten nu zo'n beetje op, ja, laten we zeggen 3, 4 kilowatt ongeveer op het achterwiel. En potentieel kunnen we tot ongeveer 20 kilowatt op het achterwiel. Dus dat is wel serieus, hè? Nou ja, mijn planning is nu eigenlijk dat ding helemaal uit elkaar halen. Zorgen dat alles inderdaad nog netjes afgelast is. Nou ja, noem allemaal maar op. En dan wil ik hem zo snel mogelijk bij de poedercoater hebben. Want ja, de decembermaand komt eraan. De feestdagen komen eraan. Daar gaat natuurlijk iedereen dicht. Dus, en ik wil natuurlijk eigenlijk wel gewoon, ja, dit jaar nog, dat hij gewoon helemaal klaar is met de nieuwe kappen erop en noem maar op. Dus, ja, dat is even doorbeuken weer. Maar dat maakt niet uit. Dat is leuk. Nu heb ik weer een beetje motivatie. Oh, mijn handen doen het niet eens meer. Ik ga jullie in ieder geval vast weer onwijs bedanken voor het kijken naar deze video. Jullie kijken echt lekker. Jullie zijn flink aan het liken. Hou dat vol. Even reageren. Ik wil echt weten wat jullie ervan vinden. Ik krijg best wel wat reacties van oei, oei, oei. Een derby elektrisch maken, dat is vloeken in de kerk. Ja, dat zal wel. Maar dat doe ik toch wel. Dat maakt niet uit. Jongens, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Tot volgende week. En ik ga nog even één ding doen. Oei, oei, oei. Die band moet toch af. De tering. Gaat die.